Nou, als favoriet, ja, waarom niet? Dat zijn duidelijke woorden voor een trainer die 3 keer op rij heeft verloren en morgen op bezoek moet bij NAC Breda. Een grote meevaller is dat Virgil van Dijk na zijn blessure van vorige week gewoon kan spelen. Nou, ik verwacht wel dat ik kan spelen. Ik moet even een reactie afwachten van voor vandaag. Maar hoe het er nu naar uitziet, denk ik wel dat ik kan spelen, ja. Ja, want je hebt deze week anders getraind, hè, dan normaal? Ja, zeker weten. Veel binnen en ja. Maar het gaat nu goed, dus ik ben benieuwd hoe het reageert nog. En dat is ook voor zijn maatje Kees Kwakman positief. Want met Van Dijk gaat het toch allemaal net even wat makkelijker. Virgil die speelt de laatste weken gewoon uitstekend. Dat is onze beste speler. En als die erbij is, dan is dat gewoon goed voor het team. En dan voel je ook dat iedereen daar vertrouwen in heeft. Nou, geeft dat een extra boost als team? Nou ja, misschien wel. Kijk, we weten ook dat Johan Kappel of daar bijvoorbeeld of Johan Zieven kan spelen. Maar zeker Virgil in of hij de laatste weken speelt. Ja, zou dat hartstikke zonde zijn als hij er niet is. En vorige week zag je dat eigenlijk ook al wel een beetje toen hij uitviel. Ja. Dat het in verdediging op zich minder werd. Dus ja, dat is alleen maar goed voor ons. Robert Maaskant wijzigt het team morgen op 1 plaats. Bakuna zit op de bank en Mitchell Schets staat rechts voor. Als oud-trainer van NAC weet Maaskant wat hij daar in Breda kan verwachten. Ja, dat is heel sfeervol. Dat is ontstaan bij mijn vader, toen mijn vader daar trainer was. En toen zijn ze met lichtmasten gaan spelen. En goed, net als in Groningen, een avondwedstrijd heeft dat tot iets magisch. En dat is in Breda met het publiek wat erachter gaat staan. Ja, die kunnen daadwerkelijk een wedstrijd kantelen. En dat is wel bijzonder. Ja, dus jouw vader heeft dat eigenlijk in stand gebracht. En daar heb je misschien morgen dan wel een nadeel van. Ja, zo heb ik er niet aan gedacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik zal hem straks nog even bellen daarover. Ik heb gisteren met hem gegeten overigens hier in Groningen. En we lekker over voetbal zitten ouwe hoeren. Dus dat is niet ter sprake geweest dat nu in mijn nadeel is. Ja. We staan nu nog redelijk in de middenmoot. Als je wint dan sluit je een beetje aan. Maar als je verliest dan... zei ik vorige week al, dan sluit je aan naar beneden. En dat is niet de bedoeling. Dus het is absoluut een sleutelduel morgen. Dat sleutelduel begint morgen om 8 uur in het Radverlegstadion in Breda.